Ja, doe maar. Ja. Oh, als je... Je krijgt hem niet naar beneden. Je moet gewoon aan de zijkant gaan staan. Zij doen paardenvervoer door heel Europa en Nederland. We zijn op het bedrijf, dus we gaan even kijken naar een aantal vrachtwagens. We staan hier de allergrootste vrachtwagen die ze hebben. Die gaan we laten zien en verder gaan we Kenner Buisman even spreken. En iemand die werkt hier op de plek. Dus blijf even kijken. Is verantwoordelijk voor het plannen van de ritten. Maar hoe ben je hier gekomen en hoe lang werk je hier al? Ik zit hier nu ruim anderhalf jaar. Oké. Ik ben hier begonnen met mijn afstudeerstage voor mijn studie Hippische Bedrijfskunde. Oh, dus je bent er zo ingerold eigenlijk. Ja, en toen kreeg ik halverwege mijn stage ongeveer al een contract aangeboden. Oh, wat leuk. Dus toen mocht ik blijven. Ja, oh, wat leuk. Dat is wel ideaal eigenlijk. Ja, ja. Nou, dan hoef je niet te solliciteren. Nee, precies. Ja. Je bent al ingewerkt in feite. Ja. Je kent iedereen, je bent gewend. Ja, ja. Oké. Okay. En ben je toen al meteen begonnen met het plannen? Zat je daar al op? Of nee, had je eerst iets anders? Eerst zat hier nog een planner op kantoor. En ik was een beetje manager van alles. En op een gegeven moment heb ik het plannen overgenomen. Eerst heb ik de hele carousel gepland. Toen hebben we... Ja. In het voorjaar 3 maanden lang elk weekend tussen de 50 en de 90 ponies en paarden naar carouselwedstrijden vervoerd. Okay. En dat ging zo goed dat ik ook de rest van de planning mocht gaan doen. Ja, oh, wat leuk. Ja. En wat komt er allemaal kijken bij als je moet plannen en bellen ze jou? Ja, dat verschilt. Meestal kom ik pas wat later erbij, want ik doe wel de planning, maar ik maak niet de prijzen. Dat doen Kennard en Maarten. Ja. Dus zij hebben meestal het eerste contact met de klant. En dan, zodra die bevestigt, dan komen ze bij mij terecht. En dan ga ik zorgen voor internationale ritten dat ze alle documenten hebben, want dan moet het paard gekeurd worden. Ja. En nou ja, dat zeg maar op tijd alles bij iedereen is, dat het paard ook gekeurd is, dat hij mee mag. Ja. Anders dan mogen we niet eens vervoeren. Mm-hmm. En dat iedereen op de hoogte is van wanneer we hem eigenlijk van A naar B gaan brengen. Ja. Oké, okay. En jij zorgt er ook voor dat wie dat dan doet en welke auto er dan mee moet. Op de grotere ritten, zoals Spanje bijvoorbeeld, rijden we meestal met 18 paarden opleggen. Ja. Daar staan natuurlijk meerdere paarden van meerdere klanten op. Zorg ik dat die handig bij elkaar gecombineerd worden, dan maak ik de hele route. Ja. Dat de adressen op een logische volgorde in elkaar zitten. Ja. En dan ook dat de chauffeur erop gepland wordt en dat de auto op tijd vertrekt. Ja, zodat het allemaal op tijd vertrekt en dat die... de juiste route gaat. Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Klinkt leuk. Ja. Best een uitdaging. Ja, snap ik. Ja. We staan hier in de grootste vrachtwagen die BSS Horse Transport heeft. Hier kunnen maximaal 18 paarden ingeladen worden. Ligt natuurlijk wel aan of dat je grote paarden hebt of kleine ponies. Afhankelijk daarvan kun je deze schotten die hier tussen staan, die kun je verstellen. Hier aan de bovenkant zit een knop, aan de onderkant en aan de achterkant ook. Dus je kan hem breder en smaller maken. De bodem is van een rubberen vloer, zodat de paarden niet makkelijk uitglijden. En ze hebben raampjes, zoals je hier aan de zijkant kunt zien. En aan de achterkant zitten allemaal ventilatoren en ook raampjes voor voldoende frisse lucht bij de paarden. Ook is de vrachtwagen uitgerust met allemaal camera's, zodat de chauffeurs in de cabine kunnen zien hoe het met de paarden gaat en of ze nog braaf en rustig staan. Als de paarden ingeladen worden, kun je het schot verplaatsen, zodat ze een beetje meer ruimte krijgen. En daardoor kunnen ze er makkelijk in draaien. In deze grote vrachtwagen zijn er 3 plaatsen om de paarden in en uit te laden. Zo liepen we net langs de voorkant. Daar had je een plek om in te laden en uit te laden. Hier hebben we ook weer een klep om uit te laden. En ook de achterkant kan nog open om uit te laden. Achter in de vrachtwagen zie je nog een mooi rek. Daar kunnen dekens geplaatst worden. Of voer, of hooinetten, of water als ze een lange rit hebben. Ik zit hier bij Maarten van BSS Horse Transport. Hij werkt hier in de buitendienst. Maar wat doe je dan allemaal in de buitendienst?
Nou, buitendienst is een ander woord voor accountmanager extern. En dan ga ik langs bij klanten. Ik bezoek klanten, benader ze actief. Mm-hmm. Ga ik langs bij evenementen. En okay. Eigenlijk is alles ter bevordering van de omzet van BSS. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk doe je een beetje van alles wat. Ja, klopt. Een beetje ook een beetje marketing. Marketing, inderdaad. Ook, sponsoring. Ja. En dan ook echt het klantcontact, offertes maken. Oké. Okay. Daar ben ik eigenlijk alle dagen voor onderweg. Leuk. Ja. En hoe ben je hier gekomen? Ik heb aan het CAH gestudeerd. De Hipse bedrijfskunde, net als Anne. Oké. Okay. En dus jullie zaten ook bij elkaar in de klas, toch? Klopt. Ja. En toen was er een sollicitatieprocedure en dan heb ik opgeschreven. Ja. Vacature. En toen ben ik aangenomen. Oké, okay, leuk. En hoe lang geleden is dat nu? Een kleine anderhalf jaar. Oké. Okay. Dus jullie zitten hier ongeveer even lang? Ja, klopt. Oké. Okay. Leuk. Vind je het leuk om hier te werken? Hartstikke leuk. Oké. Okay. Fantastisch team, fantastisch werk. Heel leuk collega's. Ja, leuk. Nou, we gaan nu eventjes bij Kennard langs. Kennard heeft de dagelijkse leiding bij BSS. En hij zit hier meteen binnen, hier meteen als je binnenkomt. Hoi Kennard. Hey. Wat, hoe lang bestaat BSS Horse Transport al? BSS bestaat vanaf 2003, maar het bedrijf en zijn oorsprong bestaat vanaf 1996. Oké, okay. En hoe is het ooit begonnen? We zijn begonnen met een paardentaxi in 1996. Mm-hmm. En toen we dat idee bedacht hadden, toen ging in één keer iedereen een paardentaxi exploiteren. En paardentaxi, wat houdt het al? Een jeep en een trailer. Oh, okay. En dan snel paardenvervoer door heel Nederland heen. Mm-hmm. En dat ging iedereen doen. Dus toen hebben we gezegd, we gaan gewoon een goed lopend professioneel transportbedrijf opbouwen. Ja. En daar is op dit moment taxiservice wel een onderdeel van, maar hoofdzakelijk de ritten en de... De reizen naar het buitenland. Ja, en welke landen gaan jullie dan vaak naartoe? Spanje, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Italië. Oké. Okay. En tegenwoordig Engeland, hè? En dan gaan jullie met de boot of met of in de tunnel? Dat is ook een tunnel, toch? Nee, Engeland gaat allemaal met de boot. Met de boot ook? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay. Leuk. Goed. En hoeveel vrachtwagens hebben jullie dan rijden in een week bijvoorbeeld? We hebben 4 grotere vrachtwagens en 2 kleintjes. Mm-hmm. En het is natuurlijk de bedoeling dat ze alles gewoon allemaal onderweg zijn elke dag. Ja, en is dat zo? Ja, over het algemeen wel. Oké. Okay. Ja. Dus ze zijn nu toevallig een paar thuis, dat is maandag, morgen is vertrekdag. Mm-hmm. Dus ja, de bezetting is wel goed. Oké. Okay. Maar goed, er staat altijd wel eentje een keertje thuis. Ja, natuurlijk. En worden dan vaak de ritten eigenlijk vanuit Nederland zeg maar georganiseerd? Of zijn er ook mensen die bijvoorbeeld uit Scandinavië bellen van, willen jullie ze ophalen? Nee, ook. En dan... Ja, ook. Okay. Met klanten overal in Europa zitten. Ja. En soms dan halen we ze op en soms brengen we ze weg. Leuk. Ja. Oké. Okay. Ja. We hopen dat jullie het een leuke video vonden. We gaan de volgende keer als we naar BSS gaan, dan gaan we een keertje mee met een leuke rit ergens naartoe. Dus hou ons abonnement of ons kanaal even goed in de gaten. En abonneer je natuurlijk. En dan zien we jullie de volgende keer weer.